Vandaag spelen we Blobs 3. Ik heb de campaign van Black Ops 3 volgens mij nooit gespeeld. Ik ken het verhaal ook totaal niet. Maar blijkbaar was het een van de meest gehate campaigns ooit. Dus let's fucking play. Volgens mij lijkt deze guy het meest op mij. Hardenend. We may not always see our enemies, but they are out there. Explosies all the way, zou ik zeggen. Welkom bij Call of Duty, zou ik zeggen. Hey sir, how are you doing? Er staat hier gewoon een flesje water waar water op staat. Wel, dat is een lekker drankje, vind je niet? Oké, nu mogen we lekker schieten. Oké, fuck deze shit. Ik ga fucking op veteraan spelen, man. Het is veel te simpel anders voor mij. Jezus, dat is de snelste reload die ik ooit heb gezien. I'll cut the poor bastard down. Had hem ook gewoon fucking kunnen tegenhouden zodat hij niet met zijn kop op de grond valde. Wel, dat was heel casual, vond je niet? What the fuck, man? Blijf een keer af hem, man. Ik weet niet waar de fuck we zijn, maar het ziet hier wel prachtig uit. Wow, we zitten in een of andere fucking futuristisch rare ding. Wat is dit? Koem? Ik lees Koem hier. Ja, dit is wel heel makkelijk eigenlijk. Wow, mijn arm is eraf gerupt. En zo heb je opeens geen ledematen meer. Welcome back. Dat was random. Do you know what's happening to you? No idea. Ik zie rare mensen. It's a simulation inside our minds. Just like the simulation. Oké, we zitten nu in een simulation. Oh, dit wapen is wel fucking satisfying, man. Oké, ik ben erachter gekomen dat we kunnen wallrunnen. Woehoe! Big OL breakfast. Irish oatmeal. Big O omelet. Breakfast burger. Fucking marginaal. Proactief. Over iedereen ontfermen. Multiculti. Zonder wollen sokken. Onze wijk. Daar moet je niet mee fokken. Verdragen hun uniformen staan voor de grondwet. Ben je vol bezig, dan licht ik je uit bed. Zit je persoonlijk diep in de shit. Vertel.